op vrijdag zit aan mijn barretje niemand minder dan Kees van Amstel. Ja, en vroeger had je Theater van de Lach van John Lanting. Lekker onbekommerd lachen om een klucht vol gesloten deuren en misverstanden en mensen die elkaar proberen te vermijden. En dat lukt dan niet. En dan komen er weer dingen naar boven die niet bedoeld waren om naar boven te komen. Kortom, lachen. Nou, dan heb je Theater van de Tweede Kamer nog niet gehoord. Maar daar kunnen ze er ook wat van, hoor. Misverstanden en dingen weghouden. Wat een klucht. En deze week ging het weer om de toeslagenaffaire. Want duizenden mensen kregen na jaren zwaar gedupeerd te zijn nog even een trap na. Maar 8000 gedupeerden krijgen vandaag een brief die meldt dat ze nergens op moeten rekenen. Dat bericht zorgt opnieuw voor woede en verdriet. Van 20.000 ouders is het leven behoorlijk verwoest. Ze moesten 60.000 euro terugbetalen. Onterecht, weten ze. Jaren schuldsanering en zelfs hun huis uitgezet. En dus kwamen er kamervragen. En er moesten stukken op tafel komen. Maar dat duurde en dat duurde. Ja, en dan was het one man. Haha, er is one man die zoals een tijger vastbijt. Voorzitter, ik maak even een punt van orde richting u. Wij hadden documenten gevraagd aan het begin. Ja, Pieter Omtzigt, a.k.a. de Terrier, de Piranha, Super Pietro, had stukken gevraagd hoe die misstanden toch hadden kunnen plaatsvinden. En hij bleef rustig, hè, in het begin. Maar de onderliggende documenten hebben we niet. De hele besluitenlijsten, daar is er geen van gekomen. En de stukken die door de DG Belastingdienst geschreven zijn en aan de staatssecretaris zijn voorgelegd, de drie stukken die genoemd worden. Ja, raad is, die zijn er ook niet. Maar dan gaat Pieter langzaam snijden. Dit is een ordevoorstel. Ik wil die stukken binnen een kwartier en anders niet. En anders wachten we gewoon even tot die stukken hier zijn en dan gaan we dan verder met het debat. Haha, kwartiertje, bitch. En wie was de bitch? De nieuwe staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ziet er een beetje uit als Imelda Marcos, maar dan zonder de schoenen. Zij was de nieuwe die moest gaan liegen over stukken die kwijt waren. Zo gek, gisteren hadden we ze nog. Wat een klucht. We hebben daarnaar gezocht. We hebben dat meerdere keren gedaan. Maar die stukken zijn niet meer in onze dossiers, in onze archieven te vinden. Dus die kan ik u niet ter beschikking stellen. Ja, kwijt, zo mal. Maar er was nog iets. En in het kader van het feit dat dat dus een persoonlijke beleidsopvatting is, hebben wij ervoor gekozen om die niet met u te delen. Ja, dat waren gewoon een beetje persoonlijke dingetjes. Nee, die gaan we niet delen, hoor. En maak het nou niet te groot, Omtzigt. Het zijn maar duizenden mensen wiens leven verruineerd is. Maar dan ken je Pieter niet. Voorzitter, dat is geen keuze. Dat is geen keuze. Geluk is een keuze, Alexandra. Maar niet of je belangrijke documenten als ministerie achter mag houden. Maar Pieter is ook lief, hè? Want hij zei eerst een kwartier gewoon aan de Kamer te leveren. En dat wel in het komend half uur, zodat ze onderdeel kunnen worden van de beraadslagingen. Nou, geeft hij nu een half uurtje. Omdat hij niet de beroerdste is. En wat antwoord? Nou, zeg wat, Alexandra. De stukken zijn voor een deel dus niet ter beschikking te stellen, omdat wij ze niet ter beschikking hebben. Wat u gekregen heeft, heeft u van mij gekregen. De overige documenten beoordelen wij als documenten die... Nee, we niet gevonden, we kwijt, jade. En de deuren zijn weer dicht. Ah, toen waren de rapen gaar, hè, bij Pieter. Voorzitter, dan doe ik het op basis van de WOP. Want ik moet journalist worden om hier een kamer, om hier een regering te kunnen controleren. Trek ik niet langer. Nou, probeer in Den Haag maar eens een WOP-verzoek te doen. John Lanting van het kastje naar de deur. Pieter Omtzigt, held. Al 2,5 jaar bezig om stukken van de regering te krijgen. Kamervoorzitter Ariep zag ook hoe idioot het was en probeerde voor Pieter nog wat los te peuteren. Kijk ook naar de staatssecretaris of het misschien ook mogelijk is bepaalde stukken vertrouwelijk. Ja, ik weet hoe ingewikkeld dat is. Ja, nou, het zag eruit als een blijspel, maar het is natuurlijk een zwarte tragedie. Wat een diepe, diepe armoede. En dan heb ik het dit keer niet over de slachtoffers.